Goedemiddag allemaal. Ik hoop dat ik goed te verstaan ben. Welkom bij deze eerste lezing in de serie van 4 lezingen over Titus Brandsma. Komende vrijdag zal Paus Franciscus officieel de heiligverklaring van Titus Brandsma aankondigen. En waarschijnlijk horen we dan ook wanneer dit zal plaatsvinden. Het is een mooie gelegenheid om nu een serie lezingen te organiseren over deze man. Online, zodat iedereen kan meedoen uit binnen- en buitenland. U ziet het programma, als het goed is. Ja. Op de website is meer informatie te vinden. Onder het kopje onderwijs staat de hele lezingenreeks ondertussen uitvoerig beschreven. Van harte aanbevolen. Eigenlijk zou mijn collega Inigo Bokke vandaag het welkomstwoord doen, de serie openen. Maar hij is om gezondheidsredenen verhinderd. Dus ik heb de taak nu om mijzelf te introduceren. Zoals u weet, ik ben Annemarie Bos, zuster Karmeliet, medewerker van het Titus Brandsma Instituut. 10 jaar geleden gepromoveerd op een onderzoek naar spiritualiteit in afbeeldingen. En daarnaast hou ik mij bezig met spiritualiteit en onderwijs. In 2014 is het Titus Brandsma Instituut begonnen op verzoek van de Karmelorde met een kritische editie van de werken van Titus Brandsma. Ik coördineer dat project en de eerste resultaten zijn ondertussen te vinden op de website titusbrandsmateksten.nl. Maar vanmiddag zal ik u niet zozeer meenemen in de teksten van Titus Brandsma, maar vooral in zijn beeltenis. Ik zal ook niet al te veel biografische gegevens verstrekken. Dat is waarschijnlijk aardig bekend ondertussen bij u. En is in allerlei andere publicaties ruimschoots over te lezen. Vandaag gaat het over zijn beeltenis. Het is voor mij echt een vreugde om te mogen spreken over Titus Brandsma. Om met u iets te delen van wat ik zie, wat ik hoor en leer van hem. En vooral van de wijze waarop hij getuigenis aflegt van zichzelf. En daarin van het heilige, van de eenheid van God en mens. Het is een vreugde. Maar het voelt ook vreemd. In deze tijd waarin er volop spanningen zijn en de beelden en berichten uit Oekraïne ons bezighouden. De oorlog die gaande is. Het is eigenlijk een tijd van grote droefenis. En daarom wil ik vandaag beginnen met een bede van Titus. Die hij schreef in de gevangenis van Scheveningen. God zegene. Nederland, God zegene Duitsland. God geven dat beide volkeren weldra weer in volle vrede en vrijheid naast elkander staan, in zijn erkenning en tot zijn eer, tot heil en bloei van beide zo na verwante volken. God zegene de Oekraïne. God zegene Rusland. God zegene Wit-Rusland, dat de volken weldra weer in vrede en vrijheid naast elkander staan. U ziet hier al het handschrift van Titus. Hij schreef dit in opdracht van zijn ondervrager en heeft heel duidelijk zijn best gedaan om duidelijk helder te schrijven. Het archief zit ook vol met persoonlijke aantekeningen van Titus, notitieblaadjes, die veel minder makkelijk te ontcijferen zijn. Maar dit is zeer goed te lezen. Een krachtige handtekening ook. Met de aanduiding professor dr. Titus Brandsma. Dat deed hij niet altijd, maar hier acht hij het relevant. Professor dr. Titus Brandsma en de toevoeging
ook arm, karmeliet. Zijn karmeliet zijn was sowieso van grote waarde voor hem. En dat zullen we ook in de beeltenis tegenkomen. Nijmegen, schrijft hij eronder. Hoewel hij schrijft in Scheveningen, is hij thuis in Nijmegen. In de tijd van Titus Brandsma, we gaan naar beeltenissen kijken, was de fotografie natuurlijk veel minder alledaags dan in deze tijd van schier oneindige digitale mogelijkheden. We knippen wat af wat dat betreft. Toch zijn er van Titus Brandsma heel veel foto's gemaakt en bewaard gebleven. Veel te veel om in dit uur te laten zien. Dus ik heb een keuze moeten maken. We zullen zien dat Titus zich er goed van bewust was dat hij werd vastgelegd. Maar heel af en toe lijkt het ook ongemerkt te zijn gebeurd. Ik zal een serie portretfoto's laten zien, groepsfoto's, actiefoto's. En tussendoor zullen ook andere getuigenissen langskomen. Maar laten we beginnen met de eerste foto. De jonge Titus. Een foto die gemaakt zal zijn in de jaren dat Anno Sjoerd Brandsma zijn opleiding genoot bij de Franciscanen in Megen. We zien een serieus kijkende jongen met een brilletje, keurig gekleed in een pak met een grote strik, recht in de camera kijkend. Hoofd omhoog. Een vergelijkbare foto is gemaakt een paar jaar later. Nu gekleed in het Karmelpij. Hij is ondertussen ingetreden bij de Karmelieten. Heeft de naam Titus gekregen. Op het moment dat hij intrad had de Karmelarbeid nog een hoge kraag. Niet lang daarna is dat veranderd. Met een lagere kraag. Maar hier zie je nog de oude pij. En hij zit met zijn hoofd rechtop. Vol zelfvertrouwen. Kalm. In de camera kijkend. En het bijzondere aan het kijken naar dit soort portretfoto's. Is dat als je er langere tijd naar kijkt. Dat je kunt zien. Alsof hij terugkijkt. Het lijkt of hij ons aankijkt. Of misschien wel door ons heen kijkt. Dit is een foto van zijn noviciaat. En zijn noviciaat hebben ook twee handschriften meegenomen. Links een bladzijde met retraite aantekeningen. Uit 1899. Een klein handschrift. Met rechte lijnen geschreven. De ruimte van de bladzijde goed gebruikend. Ook nauwelijks correcties nodig. Begint hij, zoals in zijn tijd gebruikelijk was. En door Titus ook trouw wordt gevolgd. Met het opschrijven van de naam van Maria bovenaan de pagina. Soms is het ook MR, Maria Regina, Maria Koningin. En linksboven, of rechtsboven, zien we door Pater Nieuwenhuis waarschijnlijk. Societas is van de Jezuïeten. En de retraite gaat over het Onze Vader, het Paternoster. Titus beschrijft eigenlijk heel kort de kern van wat er gezegd wordt. Het Onze Vader, hierop steunt geheel ons leven, schrijft Titus. En wat er nog een klein stukje tekst is, wat deze tijd natuurlijk interessant is, is bij de tweede meditatie, dat is ongeveer halverwege,
schrijft hij, ik moet zalig worden. Kan ik zalig worden? Heeft God mij hulpmiddelen daartoe gegeven? Ja. In drie soorten. Natuurlijke, bovennatuurlijke en zedelijke. En bij dat laatste, bij die zedelijke, noemt hij het voorbeeld van de heilige van de Karmel. En dan stelt hij de vraag, wat zou deze heilige doen in mijn plaats? Dus voor Titus Brandsma waren heiligen eigenlijk zijn hele leven lang van belang. En dat begint al hier in zijn noviciaat. De andere tekst die u ziet, gekalligrafeerd, is zijn professiebrief. Gedateerd op 3 oktober 1899. Het staat op de achterkant, die ziet u niet op de foto. Het is in het Latijn opgesteld, ondertekend door frater Titus. En op de achterkant staat ook nog de handtekeningen van de provinciaal, van de prior van het huis, de novicemeester, de studiebegeleider. Maar hier ziet u een foto van een kopie ervan die in de vitrine van het Titus Brandsma Memorial in Nijmegen ligt uitgesteld. Maar je ziet in het handschrift de concentratie eigenlijk waarmee dit geschreven is. Dan gaan we naar de volgende foto. En dat is Titus te midden van zijn klasgenoten, zijn medestudenten. Als jonge frater. Titus in het midden, zittend op de grond. Karmel is van oudsher een kluizenaarsorde. Maar vanaf het allereerste begin speelt daar in de gemeenschap een belangrijke rol. Karmeliet zijn is een persoonlijke, individuele keuze, maar niet zonder die broederschap en zusterschap. Hier een groep jonge mannen die dezelfde keuze gemaakt heeft, maar deze keuze ook alle op eigen unieke wijze vorm gaan geven. Maar vandaag lichten we Titus eruit. Een volgende foto van Titus, weer iets ouder. Hier poseert hij aan een tafel zittend in zijn pij met witte mantel. De mantel die op zon- en feestdagen over de pij gedragen wordt. Wat die witte mantel precies betekent is niet eenduidig. Of die kleur nu staat voor zuiverheid, voor de verrijzenis. Of een hele andere betekenis heeft. Maar Titus zelf noemt het, als hij zaterdagavondlof bij de Karmelieten beschrijft, noemt hij het plechtige statiekleed. Het is dus ook in die zin een feestelijke gelegenheid, plechtige gelegenheid, dat deze foto genomen is. En hier zien we eigenlijk voor het eerst Titus en profiel, zie je zijn neus, de kromming en ook zijn bekende kuif. Een prachtige verstilde foto is deze. Ik vermoed uit de tijd van Os. In zijn eenvoudig habit, staand, het hoofd iets gebogen, niet in de camera kijkend, rust uitstralend, eenvoud. Een volgende foto, twee foto's.
van Titus als hoogleraar. Links de jonge professor, begin jaren 20. En rechts de oudere, zo'n 10 jaar later. Ik vind het prachtig die twee naast elkaar te zien. Omdat hij op die jonge foto het hem nog zo stijf eruit ziet. Het professorenpak lijkt hem nog wat ongemakkelijk te zitten. En rechts is die stijfheid wat verdwenen. Zelfverzekerdheid zeker. Maar alsof hij het zich veel meer heeft eigen gemaakt. Rustig, vriendelijk kijkend, kijkt hij ons aan. Het laatste portretten die ik volgens mij uitgekozen had, komen nu. De twee portretten die gemaakt zijn in 1930, bij gelegenheid van het 25-jarig priesterfeest van Titus. Foto's gemaakt door fotograaf Grijpink, toen de tijd gevestigd aan de Stijnbuisstraat in Nijmegen. Ja, twee overbekende, veelgebruikte foto's. Rechts, met zijn hoofd leunend op zijn hand, een vriendelijke glimlach om de mond. En links, rechtop zittend, ook vriendelijk kijkend, poserend voor de fotograaf, die verschillende foto's maakte. En wat mij in die linker foto zo intrigeert, is zijn wat waterige oog. Voor ons links zijn rechteroog. Waarschijnlijk komt het alleen maar door de glinstering van zijn bril. Maar het geeft Titus een bepaalde manier ook een uitdrukking van mededogen op dit feestportret. Het feit dat foto's vooral ook bij feestelijke gelegenheden werden gemaakt, dat blijkt ook als we naar de gezinsfoto gaan. Titus te midden van zijn familie. Zijn ouders. Zijn broer, de Franciscaan. Zijn zussen. Zijn zwager. Een neefje en nichtje. Het is niet vaak dat Titus aan de zijkant van zo'n groep is afgebeeld. Vaak neemt hij een centrale plaats in, maar in de gezinsfoto's is dat een uitzondering. Een uitdrukkelijk feestelijke gelegenheid waarin hij zelfs zijn witte mantel bij zijn familie aan heeft. Er zijn natuurlijk veel meer groepsportretten waar Titus deel van uitmaakt. Ik zal er een paar laten zien. Hier een foto van de hoogleraren van de universiteit. Ik weet niet of ik kan laten zien waar Titus zit. Tweede rij. Klein. Staat hij daar. Naar de camera kijkend. Dit is een foto van de eerste dies natalis van de universiteit. Dus 1924. Een ander gremium. Deze foto komt uit de katholieke illustratie. Zit Titus middenin. Vooraan. En dit zijn de medewerkers uit
Vlaanderen en Nederland van de katholieke encyclopedie. U ziet links vooraan ook twee vrouwen zitten. Maar dit zijn de geleerden die de katholieke encyclopedie zullen schrijven. Titus was daar de censor van. Maar dit is begin jaren 30, toen de plannen gemaakt werden en ze voor het eerst bijeenkwamen om dat grote werk te gaan beginnen. Zelf schreef Titus ook 188 bijdragen voor die encyclopedie. Waaronder natuurlijk zijn beroemde artikel over wat is mystiek. Maar ook heel veel over volksdevoties en over allerlei heiligen die wij al lang niet meer kennen. Spirituele tradities. Legio. En een laatste groepsfoto. Dit is het apostolaat van de hereniging. Waar Titus actief deel van uitmaakte. Hij was ook voorzitter van de studieclub. Hij zit hier vooraan. Dus niet de voorzitter, maar wel voorzitter van de studieclub. Gericht op de eenheid van de christelijke kerken. En vooral contacten met de Oosterse kerk. Allemaal mannen. Een veel ontspannender gelegenheid. Zien we hier Titus Brandsma te midden van zijn medebroeders, Karmeliet-studenten die aan de Universiteit van Nijmegen studeerden. Een foto van de Dordedaal. Titus was als eerste naar Nijmegen getrokken bij zijn benoeming als hoogleraar in 1923. En een aantal jaar later was het klooster gereed van de Karmel, zodat ook Karmeliet-studenten daar konden wonen terwijl ze studeerden aan de universiteit. Titus was de eerste jaren prior van dat huis. En hij bleef er wonen tot hij werd opgepakt, 1942. Maar het lijkt erop dat dit een foto is in de sneeuw. Dat zie je ook aan de vensterbanken. En degene die links naast Titus staat, heeft volgens mij een sneeuwbal in de hand. Klaar om te gooien. Moet een vrolijke gelegenheid zijn. Maar langzaam kom ik bij de afbeeldingen van Titus actief aan het werk. In Nijmegen houdt Titus Brandsma zich uitdrukkelijk bezig met het laten herleven van de Maria-devotie. Links ziet u hem bij het Maria-congres en rechts bij de Maria-omdracht. Titus had sowieso heel veel oog voor volksdevotie, waar vaak als minderwaardig naar werd gekeken, zeker vanuit het oogpunt van de serieuze wetenschap. Maar Titus had enorme waardering en erkenning voor het belang van de maatschappelijke of materiële aspecten van spiritualiteit. Rozenkransen, beeldjes, standbeelden, allerlei materiële zaken als onderdeel van spiritualiteit. Waarbij hij ook altijd wel aangeeft van het gaat niet over het beeld, het gaat over dat het helpt om te bidden. Om je in relatie te weten met God. Maar zo dus ook de Maria-devotie. Groot Maria-congres in het centrum van Nijmegen. De herinvoering ook van de Maria-omdracht. Een soort processie waarbij het beeld van Maria van Nijmegen in processie door de stad werd gedragen. Het beeld wat nu in de Molenstraatkerk te vinden is. Titus
hield zich uitdrukkelijk bezig met de organisatie hiervan. We zien hem in zijn pij met witte mantel. Rechtop, parmantig. Zijn opvallende mantel heel bewust dragend, alles behalve gewoon. En tegelijkertijd, als we luisteren naar wat hij te zeggen heeft, ja, dan hoor ik daarin dat hij niet boven het volk verheven is, maar dat hij het volk probeert te verheffen. Dat zij ook hun gekromde rug kunnen rechten. Vier rechtop staan. Dat wij vier rechtop staan in tegenwoordigheid van God. Voor zijn gelaat. Andersoortige actiefoto's. Deze zijn gemaakt in Dokkum. Rondom de ontwikkeling van het terrein rond de Bonifatiusbron. Waar hij ook actief betrokken was bij het opnieuw inrichten van het hele pelgrimsgebied. Hier zien we hem met een sigaar in de hand. En rechts een sigaar rokend. Zijn hoed op met de brede rand. Notitiebriefjes, papieren bij de hand. Luisterend naar wat de bouwlieden hem te zeggen hebben. Maar er zijn ook journalisten bij. Om op te tekenen wat er gebeurt. Titus zie je vaak terug. Ook bijvoorbeeld in de Gelderlander. Of in het Nijmeegse Courant. Als dat bijgehouden werd wat hij deed, waar hij was. Titus had goed oog voor de pers. Hij stond ook graag open voor de nieuwe media. Een aantal van zijn lezingen werden ook uitgezonden op de KRO Radio. Ik heb ondertussen een stuk of 16 van die lezingen teruggevonden, die aangekondigd staan in de krant. Professor Titus Brandsma spreekt over, noem maar op. En meestal ging Titus daarvoor naar de studio. Maar soms ook werd een plaatselijke lezing van hem op de radio uitgezonden. Er is één geluidsopname bewaard gebleven van een deel van zo'n radiovoordracht. Op dinsdag 22 september 1936. En ik zal het u even laten horen. Waarde luisteraars, over de katholieke pers in ons vaderland mag ik een ogenblik spreken. We zijn blij een eigen pers te hebben. We hadden groot op dat we in de pers, dat wil zeggen in dag- en weekbladen, in maand- en tijdschriften, vrij onze mening kunnen zeggen en de inlichtingen en voorlichtingen geven en ontvangen waarop wij prijs stellen. Dankbaar zijn we. Ook voldaan? Natuurlijk, nooit geheel. Al is er keus en keur naar alle richting, toch kan ook de rijk geschakeerde pers niet alle nog voldoen. Wat is er volmaakt op aarde? En daarom, al is er veel waarover wij thans juichen als we een ogenblik ons oog richten naar de katholieke pers, wij begrijpen dat ons ideaal nog altijd hoger ligt. En zo gaat hij nog 10 minuten door in de geluidsopname die bewaard is. Ik vind het moeilijk om zijn geluid, zijn stem te beschrijven. Maar ik merk dat het me iedere keer weer verrast. Ja, Titus sprak voor de radio. Voor grote zalen ook. Maar hij sprak niet alleen voor grote massa's. En een prachtig bewijs daarvoor is de foto die we hebben uit Friesland. We zien Titus links, boven op de kar staan. En het gehoor zit eromheen. 3 mensen op een stoel. En de rest staat of zit of ligt in het gras. Ja, eigenlijk met evenveel liefde als waarmee Titus sprak voor een grote massa, sprak hij ook
deelde hij zijn opgedane inzichten met een kleine groep. Waarschijnlijk ging het hier over de Friese cultuur en geschiedenis. Of beter gezegd over de Friese geloofscultuur en geschiedenis. Zo op een boerenerf. Ja, Friesland was voor Titus vooral zijn geboortegrond. Zijn verbinding met het Friese volk, zijn familieband. En hoewel hij al op jonge leeftijd, als jonge naar Brabant was verhuisd voor zijn studie, bleef hij een echt familiemens. Zijn familiearchief in Friesland zit ook vol met ansichtkaarten en brieven die hij aan zijn familie schreef, waarin hij hen op de hoogte houdt van al zijn reizen en activiteiten. Prachtig is ook een korte filmopname die gemaakt is na de mis waarin zijn neef Gorgonius Brandsma 1933 tot bisschop was gewijd en waarbij de familie elkaar in de tuin treft. Daar zien we eigenlijk een bewegend beeld van Titus, een unieke filmopname. Ik zal nu proberen dit voor u te laten zien. Er is geen geluid bij, het duurt ongeveer 3 minuten. Hier komt Titus van de trap af. U kunt het filmpje altijd terugvinden bij het regionaal archief Nijmegen. En dan als u dan zoekt op Brandsma 1933 bij film, dan is het niet moeilijk te vinden. Een natuurlijk bekende activiteit van Titus Brandsma, zittend achter zijn typemachine. In zijn kamer, het Kamerklooster van Nijmegen. De boekenkast achter hem vol met ordners en albums. In zijn rechterhand een potlood, klaar om notities te maken bij wat hij leest. Zijn bureau vol met boeken, opengeslagen, dicht. Hier een Mariabeeld, Maria Koningin van Vrede, met een bloemetje ervoor. En hier nog zijn asbak met zijn pijp.
Een mooi beeld van de werkzaamheden van Titus krijgen we ook als we zijn agenda's doornemen. Gelukkig zijn er veel agenda's van hem bewaard gebleven. Dit is er zo eentje. Deze is te zien in Titus Brandsma Memorial en die ligt toevallig open. Tenminste, ik denk dat het toevallig is op deze pagina. De week van 13 tot 19 juli 1941. En we lezen plaatsnamen, Leeuwarden, Steenwijk. Wat hij die week deed in Leeuwarden, de Steenwijk, staat niet vermeld. Wel het woord meisjes bij Leeuwarden. En één groep, twee groepen. Een kleine puzzeltocht op internet maakt eigenlijk duidelijk dat in het Algemeen Handelsblad van 13 mei van dat jaar, dat we daar kunnen teruglezen dat professor T. Brandsma uit Nijmegen als deskundige was aangesteld voor de eindexamens van een vijftal scholen die in juni, juli zouden plaatsvinden. De HBS in Veendam, de christelijke HBS in Leeuwarden, de Rijks-HBS in Drachten, de gemeentelijke HBS voor meisjes in Leeuwarden op 14, 15 en 16 juli en de Rijks-HBS in Steenwijk op 17, 18 en 19 juli. Tussen Veendam en Leeuwarden had hij een paar dagen tijd waarop hij terugging naar Nijmegen, maar de overige examens volgden elkaar meteen op. Dit was vanaf 1931 de jaarlijkse terugkerende activiteit van Titus. En steeds werd hij aangewezen voor andere scholen om te examineren. Met uitzondering van 1935, het jaar dat hij naar Amerika ging in de zomer. Zondagen waren vrij. We zien op deze pagina ook 16 juli. Leeuwarden staat nog onder bestuur Frisia Catholica doorgestreept. Dat bestuur Frisia Catholica staat de dag eerder wel met een vraagteken. En bij maandag Frisia Catholica 5 uur sneek. En de overige aantekeningen zijn de treintijden en de treinreizen die hij maakt. Blijkbaar maakte Titus er gebruik van dat hij toch in Leeuwarden was om met dat bestuur van de Frisia Catholica bij elkaar te komen. En 16 juli is in onze tijd voor de Karmel het hoogtefeest van het jaar, Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel. Maar daar zien we in de agenda niets van terug. Bijzonder feest en tegelijkertijd in zijn tijd sloot het zo naadloos aan bij de dagelijkse liturgie dat het niet vermeldenswaard is. Geen aparte activiteiten, gewoon het gewone. Maar dan in de liturgie wordt Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel gevierd. En we zien dat Titus op zaterdag de 19e om 10 uur 59 vertrekt uit Steenwijk, zodat hij op 15 uur 25 in Nijmegen terug is. Nou, een mooie getuigenis van zijn vele reizen zijn natuurlijk de schoenen van Titus. U ziet hier twee foto's van hetzelfde paar. En we kunnen zien hoe die ze ingelopen heeft en ook uitgelopen heeft. De zool zal doorgesleten zijn geweest waarop de schoenmaker er een driehoek op gezet heeft. De achterkant van de hak is afgesleten aan de buitenkanten. De neus van de schoenen staat omhoog. En wat ik opvallend vind zijn de korte veters, waarmee de schoen alleen op de voet vastgemaakt kan worden. Hoge schoenen, laag vastgemaakt. Deze schoenen hebben een hele reis afgelegd. Op 19 januari 1942 werd Titus opgepakt.
Dat was vanwege zijn activiteit voor de... dat hij de katholieke krantendirecties uit ging leggen waarom katholieke kranten geen NSB-advertenties mochten opnemen van de bisschop. En dat was als de kranten die advertentie wel zouden plaatsen, waartoe ze verplicht waren door de bezetter, dat ze dan niet langer bij de katholieke pers konden horen. Er was een grens bereikt die niet overschreden mocht worden. Nationaal-socialistische ideologie en katholiek geloof gingen niet samen. In de vierde lezing in deze serie door pater Fernando Millán Romeral, 11 mei, zal hier uitdrukkelijk bij stilgestaan worden. Bij hoe Titus over dat nationaal-socialisme dacht. Titus werd opgepakt. Dit is een print gemaakt door Henri Pieck, de tweelingbroer van Anton Pieck. En hij zat vanwege verzetsdaden in Scheveningen vast, 1944. Maar in deze tekening beschrijft, het kleurt eigenlijk precies wat Titus Brandsma beschrijft in een van zijn geschriften, hoe die cel eruit zag. Het komt helemaal overeen. En Titus schrijft nog over dat raam boven de deur, dat de ijsbloemen erop zitten van de kou. Het is januari immers. In een van zijn eerste brieven uit de gevangeniscel van Scheveningen schrijft hij: ik ben er helemaal thuis in dat kleine celletje. Ik ben er alleen, maar nooit was onze lieve Heer me zo nabij. Hij heeft in die cel ook een eigen altaartje ingericht met een paar teksten van Teresa van Avila, van Jan van het Kruis, een tekening of een afbeelding van Christus, een Maria-afbeelding, waar die media eigenlijk ook aangeeft dat hij, wat ik eerder zei over het materiële van het geloof, hoe hem dat ook zelf geholpen heeft. Niet wetend hoe lang hij in zijn cel moest blijven, begon hij daar al heel snel een dagritme op te nemen. Bidden, eten, wandelen, werken, schrijven was het, bidden, eten, rusten, schrijven, eten, bidden, slapen. Eigenlijk, ja, als kloosterling neemt hij deze cel in gebruik. Dat schrijven, dat gebruikt hij ook. Allereerst moet hij natuurlijk het verzetschrift schrijven van wat we in de eerste instantie zagen, de slotwoorden van. Maar daarna begint hij eigenlijk zijn gewone werk op te nemen door een biografie over Teresa van Avila te schrijven. Hij had in zijn noviciaat al teksten van haar vertaald en later nog de werken van Titus, of de werken van Teresa, daar had hij aan meegewerkt. Maar die biografie, die was altijd blijven hangen. En nu, in de Scheveningse cel, begint hij deze te schrijven. Hij krijgt het niet af, maar in die 2 maanden dat hij in deze cel zit, schrijft hij toch zo'n 250 vellen vol. Meestal op dit soort papier. Van de politiegevangenis. Hier ziet u de pagina. Pagina 9, maar dat is eigenlijk al, ik meen pagina 20 ongeveer, want hij is op een gegeven moment opnieuw begonnen en van pagina 1 heeft hij gemaakt pagina 1a, pagina 1b, 1c, 1d, 2a. Dus een heel hoofdstuk zit hiervoor, maar dit is de pagina waarin het tweede hoofdstuk begint. Het leven op de Karmel, het vlammend zwaard van Elias. Door de woestijn naar de Horeb, het ideaal der beschouwing.
Dat is de titel van het tweede hoofdstuk. En hij beschrijft daarin, hij begint eigenlijk met het intreden van Teresa. Ik lees even een stukje voor. En dat doe ik omdat het... Ja, hij beschrijft hoe Teresa haar cel binnentreedt. En we weten dat hij dit schreef terwijl hij zelf in zijn cel, in zijn gevangeniscel zat. Stemmig, een kaars in de hand, symbool van haar langzaam opbranden in dienst van God, van de toewijding van alles wat zij is en heeft aan de geliefde bij uitstek, schrijdt Theresia na de inkleding in de kapel van het klooster der menswording de gangen van het klooster door naar het noviciaat en daar naar haar cel. De deur sluit zich. Zij is er met God alleen en zal er heel dikwijls met God alleen zijn. De Karmel houdt van de eenzaamheid van zijn bewoners. En zo gaat hij door met de tekst. En hij beschrijft eigenlijk de Karmel als kluizenaarsinstelling begonnen. En dan zegt hij ook, de Karmel heeft een mystieke roeping. Enig in de geschiedenis der kerk. En een traditie welke haar een bijzondere plaats in de kerk aanwijst, als door God uitverkoren om zijn mystieke gaven in de ruimste mate te ontvangen. Dus hier lees je hoe Titus echt die mystiek ook zich toegeëigend heeft, het als zijn roeping ziet als karmeliet. Ja, hij in de Karmel ook zijn plaats heeft gevonden met die roeping. En iets van die mystieke gevoeligheid heeft hij ook zelf verwoord in het gedicht dat hij schreef bij deze afbeelding van Jezus door vrouw Angelico die hij bij zich had in zijn cel. Voor het beeld van Jezus in de gevangenis 12-13 februari 1942. O Jezus, als ik u aanschouw, dan leeft weer dat ik van u hou. En dat ook uw hart mij bemint, nog wel als uw bijzondere vriend. Ja, toen ik dit gedicht leerde kennen, dan vond ik het vooral, ik was nog jong, oude taal. Maar het zien van dit handschrift en wetend dat hij dit in Scheveningen schreef, hoe het laat zien hoe hij met het leed omging, daar God nabij wist, ook zoekt naar de juiste bewoordingen, verbeteringen aanbrengt. En dat maakt enorme indruk. Hij heeft dit gedicht ook niet alleen voor zichzelf gehouden. Er zijn meerdere versies van. Hij heeft het minstens één medegevangenen gegeven toen hij later in Amersfoort was. Eigenlijk met het doel om die ander ook te helpen om geestelijk staande te blijven in die onmenselijke situatie. Iets van die onmenselijke situatie van kamp Amersfoort, waar hij moest wachten op het oordeel, zien we hier in deze tekening. Het is een tekening die na de bevrijding gemaakt is door een gevangene die in zijn herinnering terugbrengt hoe het was. En hij tekent hier Titus Brandsma in het midden, staande op een kist, terwijl hij meditatie houdt op Goede Vrijdag over het lijden. De betekenis van Geert Grote in onze geestelijke letterkunde. Het eigen karakter van de Nederlandse lijdensmystiek. Ja, je ziet de onmenselijke situatie. En Titus doet alsof hij in de collegezaal staat voor zijn studenten. Hij spreekt.
En hij spreekt met hen over, ja, over het lijden, eigenlijk het lijden wat zij ondergaan, om hen te helpen om dat in tegenwoordigheid van God te brengen. Het was een meditatie en een lezing tegelijk. Hij spreekt als docent, hoogleraar en als karmeliet. En we zien de gevangenen in de barak, Titus omringend, bijna allemaal kaalgeschoren hoofden, holle ogen, magere gezichten. En Titus in het spotlicht. Zijn houding toont eigenlijk beweging, alsof hij met levendige gebaren spreekt. Dit is zo'n tekening waar je lang naar kunt kijken, ook met de vraag van, goh, wat zou er toch in die mensen omgaan? Waar denken ze aan? Een andere belangrijke getuigenis over Titus uit Amersfoort is de afbeelding die John Dons maakte. Dit is een afbeelding die echt in het kamp zelf gemaakt is. Ik kijk even naar de tijd, we moeten zo even, ik zal proberen af te ronden. Het is natuurlijk een bekend portret van Titus, gemaakt door John Dons, 27 jaar oud toen, die vast zat voor verzetsactiviteiten. Kunstschilder van beroep. En ook hij wachtte in Amersfoort op zijn vonnis. En hij werd 9 juli, dus 2 maanden later, gefusilleerd bij Fort Rhenouwer. Maar in het kamp moest hij de kampbewaarders, de hotemetoten, portretteren. En clandestien portretteerde hij ook Titus. En we zien hem zitten aan die houten tafel. En we zitten eigenlijk te kijken naar hoe John Dons naar Titus keek. En wat mij misschien wel het meest stil maakt is zijn blik. De blik in de ogen. Het is zo'n scherpe tekening, ja, dat Titus eigenlijk zelf aanwezig komt in ons kijken. Mildheid, droefheid, vastberadenheid ook zie ik. Tegelijkertijd hoe die eigenlijk aan het beeld ontsnapt, aan het kijken van ons ontsnapt. Verder kijkt. Van Amersfoort werd Titus teruggebracht naar Scheveningen. Waar het oordeel werd uitgesproken dat hij naar Dachau zou gaan. En onderweg naar Dachau is er een tussenstop van een aantal dagen in Kleef. Wachtend op de trein naar Dachau. En dat is een moeilijke tijd voor Titus. Hij weet dat hij naar Dachau gaat. Hij weet ook dat zijn gezondheid, ja, zo zwak is dat hij dat waarschijnlijk niet zal overleven. En hij verliest ook zijn geestelijke fierheid. Hij vergeet dingen, hij is er niet meer bij. Maar hij probeert ook om een uitweg te vinden. Hij bereidt een verzoekschrift voor om zijn straf elders te mogen uitzitten. En van dat verzoekschrift hebben we niet alleen het verzoekschrift zelf, maar ook aantekeningen die hij daarvoor maakte.
En dit is daar voorbeeld van. Je ziet hoe hij heeft zitten worstelen met een Duits opgesteld brief. Een lange tekst. Der Unterzeichnete ist der Meinung, dass alle diese Umstände, ga maar door. U kunt de tekst zelf teruglezen op de website, dit is walsmanteksten.nl. Maar hier zie je zo'n briefje van hoe hij heeft zitten worstelen. En deze briefjes heeft hij verstopt in de rand van zijn hoed. En toen later zijn hoed terug werd gegeven aan de Karmel. Ja, alle persoonlijke bezittingen van de gevangenen gingen toen nog netjes terug naar de familie, naar huis. En iemand bracht die hoed naar de hoedemaker en toen werden die briefjes gevonden. Het is eigenlijk een unieke uiting ook waarin Titus schrijft ook over zijn medische geschiedenis. Over zijn eigen geestelijk lijden. Uiteindelijk schrijft hij dat verzoekschrift op 12 juni, vlak voordat hij verder getransporteerd wordt naar Dachau. En hij vraagt eigenlijk in dat verzoekschrift van, goh, mag ik niet ergens huisarrest in een Karmelklooster in Duitsland? Of misschien in Nijmegen, huisarrest. En dan, of een klooster dichtbij een bibliotheek, zodat ik nog even naar de bibliotheek kan. Ja, hij verlangt naar een uitweg. Maar die is er niet. Titus wordt naar Dachau geplaatst. 5-6 weken is hij daar. Rafael Teijhuis, een medebroeder die daar ook gevangen zat, heeft er een indrukwekkende dagboek over geschreven. Ja, en na 5-6 weken is Titus zo verzwakt dat hij naar de hospitaal gaat, naar de barak voor de zieken. Daar verliest hij zijn bewustzijn. En op 26 juli wordt vastgesteld dat hij is gestorven. En de familie ontvangt bericht dat hij in het ziekenhuis wegens een darmontsteking gestorven is. En dat zijn lichaam 3 dagen later is gecremeerd. Zijn as is vermengd met de as van ontelbaren. Titus was er één van velen. En tegelijkertijd uniek, zoals velen. Een voorbeeld, een inspiratiebron. Een stem die roept, ook in onze tijd, ons bewust te zijn van Gods aanwezigheid. God te eren in elkaar en in heel zijn schepping. En op die wijze zal hij nooit sterven. Dank jullie wel. Marieke? Wat ik heel verrassend vond en mooi vond, was dat je een aantal keer over Titus zei van dat hij zo rechtop stond. En dat je zei, van, ja, dat is ook eigenlijk letterlijk waar hij voor stond. Dat mensen rechtop staan. Dus dit vond ik eigenlijk heel mooi dat je in zijn eigen postuur iets kon zien van letterlijk en figuurlijk waar hij voor staat. Waar hij voor stond. En het associeert mij ook aan die uitdrukking van het staan voor Gods gelaat. Dat hij dat ook in rust en vertrouwen, ja, zo stond hij in het leven of zo. Dat vond ik heel verrassend. Ook een hele mooie aanwijzing die je gaf. Dank je. Ja, dat doet mij ook weer denken aan wat hij zelf ook beschrijft als het gaat over de liturgie bijvoorbeeld. Het staan als een bloem in de zon. Dus dat hij dat eigenlijk beschrijft als, ja, wat moet je doen in de liturgie? Ja. Ja, gewoon staan als een bloem in de zon. En als je alleen al dat besef van ja, de warmte die op je afkomt
binnen laten komen, het licht op je af laten komen. Ja, dat maakt al dat je rechtop gaat staan. Dat je je niet verbergt. Dat zie ik gewoon Titus ook doen, ja. Dank je. En ook de rust die hij vaak ook in die foto's uitstraalt. Dat hij daar blijkbaar zelf rust in had om zo er te mogen zijn. Een bepaald soort zelfbewustheid, maar niet trots. Maar gewoon rustig, recht overeind. Dat sluit daar weer aan, denk ik, hè? Mm-hmm. Sabine. Ja, ik was eigenlijk juist geraakt door het tegengestelde, namelijk het videofragment. Want je leest vaak dat het een bedrijvig man was die een zekere energie had, dat vaak uitstraalde van bedrijvigheid, bezig zijn, dingen willen doen. En als je dan naar zijn foto's kijkt, zie je altijd die rustige portretten, vaak natuurlijk ceremonieel genomen. En dat is het beeld wat je eigenlijk altijd van hem hebt. Dus ik was juist heel erg geraakt dat het kleine stukje video waar hij soms in de uithoeken in beeld kwam, maar eigenlijk wel continu in beweging was en ook een paar keer zo mooi de lach over zijn gezicht trok, dat ontspannende, maar wel bewogene. Dat raakte mij juist heel erg. Ja, mooi. Dankjewel, Sabine. Marian? Ja, ik vroeg me af, omdat genoemd werd tijdens de voordracht, ja, mooie voordracht, dat hij ook oog had voor de volksdevotie en de materiële cultuur. Hield hij zich daar ook nog, zijn er nog meer voorbeelden daarvan? Een voorbeeld is dat hij heel actief was in Os bij het oprichten van een Heilig Hartbeeld. Heeft hij een paar jaar veel werk aan besteed. Moest er een groot Heilig Hartbeeld komen in Os. En hij was toen ook de hoofdredacteur van de stad Os, een katholiek blaadje van de stad, waarin hij dat allemaal beschrijft. Ook de keus van, ja, dat ze op een gegeven moment gedacht hadden, nou, dat grote beeld van Christus Koning, van het Heilig Hart, dat moet boven op de kerktoren komen staan, zodat mensen van heinde en verre kunnen zien waar wij voor staan. Nu was de kerktoren daar niet tegen bestand, dus dat beeld kon daar nooit komen. Dus het is gewoon een beeld op een sokkel geworden. Maar Titus, ja, die beschrijft eigenlijk in de krant steeds heel veel van die praktische dingen. En tegelijkertijd zegt hij, ja, maar waar gaat het nou om? Hoe ver durven wij ook... Ja, wat dat uiterlijke naar binnen te brengen. Het stelt eigenlijk niks voor als wij het alleen maar als iets uiterlijks neerzetten, als het niet ons hart raakt. Als het niet, ja, iets doet met onze godsrelatie. Dus een prachtig voorbeeld wat hij dan onder andere geeft is, ja, wij hangen onze kruisbeelden in huis, het liefst op de slaapkamer. Waar je overdag niet komt, en waar je het 's avonds niet ziet. Nou, zo dat gevoel. Dus in die zin is hij daar ook wel kritisch op. Maar ja, wat is nou een kruisbeeld? Als een aanduiding of een uitnodiging van, ja, laat het nou werken. Een voorbeeld uit kamp Amersfoort is dat Titus daar, hij was zijn rozenkrans kwijt. En hij heeft... Iemand heeft hem geholpen om een rozenkrans te maken, zodat hij het rozenhoedje weer kon bidden. Dat hielp hem bij het bidden. En hij heeft ook anderen in het kamp geholpen met zo'n rozenkrans. Een paar jaar geleden gaf ik een lezing in Os. Toen kwam er een mevrouw in de pauze naar me toe en die liet mij zien in haar handtas een zakdoekje met daarin een rozenkrans. En ze vertelde van, ja, dit is de rozenkrans van mijn vader. Die zat in kamp Amersfoort. En die heeft deze rozenkrans gekregen van Titus.
niet zozeer dat Titus het voor hem had gemaakt, maar wel die had hem geholpen om die rozenkrans te maken. En ze zegt, mijn vader heeft nooit verteld over het kamp. Dat kon hij niet. Hij heeft er 4 jaar gezeten. Hij kon er niks over kwijt. Het enige wat hij ervan gezegd heeft is, als Titus er niet was geweest, had ik het niet overleefd. Dus die paar weken dat Titus daar in dat kamp zat, ja, heeft hij eigenlijk zo'n uitstraling gehad en zo geholpen bij met zoiets materieels als een rozenkrans om te helpen herinneren eigenlijk van jouw identiteit wordt niet gevormd door de kampbewaarder. Jouw identiteit wordt niet gevormd door wat men met jou doet, maar jouw identiteit wordt gevormd door God, door Maria, door als je onze Vader bidt, dan sta je in een andere verhouding. En dat, dat is zoiets, dat is een voorbeeld waar je naar vroeg, zo'n voorbeeld van hoe het tastbare voor hem echt een hulpmiddel was om die godservaring te kunnen beleven. En dus een hulp was voor mensen om overeind te blijven. En zo schreef hij ook meditaties bij kruiswegstaties. Had hij oog voor kunstwerken. Schreef hij in de Katholieke Encyclopedie over bedevaartplaatsen. Er zijn ook voorbeelden van volksdevotie. Ook dat hij dat artikel schreef over zaterdagavondlof bij de Karmelieten. Ja, dat is niet het hoge lof van de traditionele kerk, kan ik maar zeggen. Dus dat is ook iets wat veel weg heeft van volksdevotie. En hij heeft daar aandacht voor. Hij beschrijft dat heel minutieus als, weten jullie wel wat er in die praktijk gebeurt? In dat handelen, in dat doen. Ja, ik vroeg mij dus af waar dat vandaan kwam. Maar als ik dat zo hoor, dan is het ook iemand die ook heel goed kijkt. Ja. En ook, kijk, dat komt ook van zijn... Een van zijn bekende uitspraken is, kan ik het helpen dat God in alles van zichzelf getuigt? Dat betekent, in alles betekent dat je niet bij voorbaat dingen moet uitsluiten. Je kunt niet zeggen, maar daar niet, maar dat is... Nou, dus, en Titus gaat regelmatig in zijn lezingen dat hij de nadruk geeft op... wij waarderen te weinig, te beperkt. Wij willen of alleen het licht zien, of we zien alleen het duister, maar probeer nou wat breder te kijken. Want dat doet hij ook als het gaat over spiritualiteit. Probeer nou eens wat breder te kijken naar wat er is. Goed, ik zag een hand van José. Ja, ik heb niet zozeer een vraag, of helemaal geen vraag, maar eigenlijk wil ik een ervaring delen. Ik ben geboren in mei 1942 in Nijmegen. En mijn vader was waarnemend hoofdredacteur van de Gelderlander in die tijd. En ik weet uit verhalen en wat ik gelezen heb, dat op 30 december 1941... Titus Brandsma bij de aartsbisschop is geweest en dat daar besproken is dat Titus op pad gestuurd zou worden om de redacties of de directies van de katholieke kranten te gaan vertellen van jullie mogen geen advertenties meer plaatsen. En vervolgens is op 1 of 2 januari was er in Nijmegen een nieuwjaarsreceptie
waar mijn vader aanwezig was en waar ook Titus Brandsma aanwezig is. En die twee hebben elkaar dus gesproken. En het gekke is dat mijn moeder was toen van mij in verwachting. En dat mij al heel lang bezighoudt van hoe is mijn vader thuisgekomen na die boodschap. En is daar thuis over gepraat? Is mijn moeder daarvan op de hoogte gebracht? Ik denk het niet. Wij woonden in de Reestraat en tegenover ons was een school waar de Duitsers geplaatst waren. Dus ik heb een vage herinnering of uit verhalen of echt weet ik niet. Dat we in de tuin, was er een grote haag en eens per dag mochten we een ommetje lopen buiten, frisse neus halen. Maar we moesten niet praten, want dan konden de Duitsers het aan de overkant horen. Dus het speelde, bij ons speelden die Duitsers en het verzet een enorme rol. Nou, en heel gek dat dat dus bij mij, later heeft dat natuurlijk een rol gespeeld in ons gezin. Maar ik kan me niet herinneren dat er ooit over gepraat is. Maar het heeft bij mij, speelt Titus gewoon een hele belangrijke rol in mijn leven. En ben ik geïnteresseerd in wat er allemaal gebeurd is in die tijd. Dus ik ben ook zeer dankbaar voor jouw verhaal en de foto's die ik gezien heb. En uiteraard heb ik er veel meer over gelezen. Maar dat, ik denk dat is misschien een aardige ervaring om dat nu te delen in dit gezelschap. Ja. Ja, wat ik weet van, ik meende dat de directeur van de Gelderlander was. Ja. Die Titus Brandsma nog opgezocht heeft op 19 januari. Die voor de deur stond op het moment dat Titus werd opgepakt. Ja, ja, dat heb ik ook gelezen. Ja. 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 En dat de Gelderlander een van de kranten is die dus... want ja, zover ik hoorde was Titus ook wel bevriend met hem. En was de Gelderlander een van de kranten die ook... die meeging in dat besluit van NSB-advertenties, die hadden ze altijd al genegeerd of afgeslagen. Alleen was er in december van 1941 was er een nieuw decreet gekomen waardoor die NSB-advertenties niet meer mochten worden afgewezen. En de Gelderlander is bij die het afwijzen van NSB-advertenties gebleven en kreeg vervolgens, ik meen 1 of 2 maanden later, geen krantenpapier meer. Ja, klopt. Ja. Ja. En kon dus niet meer uitkomen omdat ze geen papier meer hadden. Ik geloof dat in ergens half maart, de datum weet ik niet precies, is de laatste krant verschenen in die oorlogstijd dus. En mijn vader heeft toen het hoofdartikel geschreven in die krant onder de titel De vlag is gestreken. En er is een boek uitgekomen bij, ik geloof het 150-jarig bestaan van de Gelderlander. En daar staat dat hoofdartikel, of dat artikel staat daar, ik geloof op de voorpagina of op de eerste binnenpagina. Dus dat is me natuurlijk ook heel dierbaar. Ja. Maar dat is wel de geschiedenis. En pas na de oorlog is op een gegeven moment, ik weet die data heb ik nu even niet paraat, maar is dus het eerste blad weer verschenen. Maar dat is dus inderdaad wat je zegt, ze zijn daardoor gestopt met het uitgeven van de krant. Ja. Ja, het was een spannende discussie. Of, ja, en ook zoektocht, hè? Dus toen dat decreet kwam, toen hebben ze tot, ik meen tussen, van 18 december kwam dat decreet en op 31 december viel het besluit eigenlijk bij de bisschop van, dit is de grens, dit gaat niet. En toen is Titus op pad gegaan langs al die krantendirecties. Ja. En al op 7 januari is er een rapport, een Duits rapport. En daarin wordt precies weergegeven welke directeuren wel of niet meegingen met dit besluit van de bisschop. Wie er tegen was, wie er voor was. En in datzelfde rapport wordt ook gezegd dat het besluit is gevallen dat Titus Brandsma moet worden opgepakt en naar een concentratiekamp moet. Zo. Hij wist dat zelf niet. Hij wist wel dat hij gevaar liep. Hij werd ook aan alle kanten gewaarschuwd en ook geadviseerd van verberg je toch. Ja. Maar hij besloot dat hij dat niet kon doen, niet deed.
Ja, hij wou niet wijken. En ook in de gevangenis nog. Dus wat hij schrijft eigenlijk van, ja, ik ben er trots op. Dat dit de reden is dat ik ben opgepakt. Zo, ja, ik sta hier zo achter. Ja, en dat hij zich ook niet, want voor hem was het, kijk, hij heeft zich in die zin nooit uitgesproken tegen de Duitse bezetting. Maar wel tegen het nationaal socialisme. Die ideologie. Dus daarmee zeg ik niet dat hij voor die bezetting was. Maar wel, waar verzet hij zich tegen? Zijn grootste verzet was tegen het nationaal socialisme. En of dat nou van Duitsers was of van Nederlanders. Maar die ideologie, die dan ook nog werd gepresenteerd als zijnde katholiek. Ja, dat moest te alle tijden bestreden worden. Ja. Omdat het nationaal socialisme mensen uitsluit en niet de liefde als kernwaarde heeft. Dus iets wat niet de liefde waardeert, maar alleen maar macht, ja, dat kan niet christelijk zijn. Dus daar zit een hele... Ja. Titus heeft er veel studie naar gedaan, gaf ook colleges over het nationaal socialisme. Maar ik zal niet alle gras voor de voeten van Pater Fernando weghalen. Die daar op 11 mei uitdrukkelijk over zal spreken. Ja. Wat mij ertoe brengt om u alvast aan te kondigen op 30 maart. Pater Simon Nolan, hij is vanmiddag in ons midden. Is de Ierse Karmeliet. En hij zal over 3 weken spreken over de filosofie, hoe Titus keek naar de filosofie, middeleeuwse filosofie. En Simon Nolan is daar echt een kenner van die middeleeuwse filosofie. En is ook samen met Inigo Bokker bezig met het organiseren van een congres over Titus Brandsma en de filosofie. Dus het zal wel in het Engels zijn. Ik hoop dat dat voor u geen groot probleem is. Ik doe mijn best aanwezig te zijn dan, om aan te melden. Ja, dankjewel. Ik moet nog even in de chat kijken. Er staat een lang verhaal nog. Eerst nog, die heb ik even gemist tijdens dat ik aan het praten was. Een oproep van Joost voor Wikipedia. Er staat bij hoe u en hoe ik. En ik maak daar graag gebruik van. Als we iets willen verbeterd willen zien. Ik kijk ook even naar Marieke Riepkema van Titus Brandsma Memorial. Een manier om de Titus Brandsma lemma op de Wikipedia goed en up-to-date te houden. Dan is er een bericht van Karel Bares, die bij het Katharijnenmuseum geweest is. Een sigaretje is mystieker dan een gebedje. Is dat ook de reden dat Titus Brandsma graag sigaren rookte? Ja, er werd ook in het kloosterleven behoorlijk wat afgerookt. Ik weet niet of dat is omdat het mystieker is dan een gebedje. Maar roken was een geliefde bezigheid. Maar ja, niet alleen voor religieuzen, maar ook voor religieuzen. Ja. Nog een bericht over Wikipedia. Gorgonius, ja, het is moeite waard dat die man ook... op Wikipedia bekend wordt. Francesca. Van de Universiteit van Bologna. En zij vraagt naar teksten van Titus waarin hij spreekt over materiële aspecten van geloof. Ik weet dat
Ja, hij heeft bijvoorbeeld teksten geschreven over het scapulier. En over de ontwikkeling van de geschiedenis van het scapulier. Maar ik kan u ook aanraden om een tekst, een commentaar, wat op de website staat. Dit is brandsmateksten.nl. Daar staat een commentaar van Peter Nissen. Juist over dat materiële aspect. En hoe dat bij Titus werkt. En die heeft dat gedaan naar aanleiding van die teksten van Titus over het scapulier. Ja, in totaal zijn er iets van 5000 documenten in het archief van Titus Bransma. En ik heb ze nog niet allemaal gezien. Maar het scapulier is wel is er eentje van. Wat wellicht ook zicht geeft op de benadering die Titus had daartoe. Ja, sigaren leren roken als verplichte kost. Ja. Ja, dat zal. Vele rookten. En werd ook, ik weet ook wel van de Norbertijnen dat zij, die hebben zo'n heel klein mutsje. En dat daar na de maaltijd een sigaar in gestoken werd. Stefan Meijering geeft nog even de site weer. Goed. Beste mensen, het is 5:03. Graag tot de volgende keer. En bedankt voor uw aandacht voor vandaag. Wel thuis.